op zo'n beende. Dus Blikkie sta bij roeien en Boesman die brak. Trompie in die op zo'n beende. Met een geduikte schoenen en een kitty in die zak. Quagga Bertse Hoofdstraat, ken die boek zo'n beende. Voor alle ranne katten kwaad, zul al een legende. Blikkies kou zijn grassie, klein Davie is die slimkop. En rooie wil zijn groot toe een roer, maar zijn ander toe een roer op. Trompie in die boek zo'n beende. Dus Blikkies Davie roeie en Boesman die brak. Trompie in boek zo'n beende. Met een geduikte schoenen en een kitty in die zak. Blikkies! Ja? Blijf een klein dorp in de rooie. Ach, zing ook. Bazelen! Goeie, Davy! Kom mee. Wat nog eens middag, ons? Oh, ze springen bij die fort. Kom je nou niet? Omdat ik ze zit om kop. Recht, Davy? Recht, Trompie. Wie is je Trompie? Recht, Trompie. Zien jullie daar? Wanneer laatst ons iets gedoen wat die moeite werd was? Ou Trompie sal wel aan iets ding om vanmiddag te doen. Hoop so. Sien jy ons by die pot? Want dan het al vir my 'n stukkie leer saam te bring vir my ketty. Ek sal. Ek is gebang voor my. Het was vir my camera saamgebring van Johannesburg. Laat ek sien. Is in die huis. Hoor. Katrien, onthou my jou camera om my te kom wys hoor. As jy hom nie sal breek nie. Ek sal hom nie breek nie, man. Ek kom maar. Jy moet gou maak, jong. Ek moet vanmiddag vergadering toe gaan. Kom, jou kos staan op die tafel. Ek kom maar. Middag, Dominie. Middag, Boetman. Rooie, hè? Doe me niet. Zeg alsjeblieft je vader, ik zal vandaag mijn schoenen gaan komen halen. Ik zal morgen komen. Goed doen. Hoe ja, Boetman? Doe me niet. Ga vragen zomaar voor een vrouw of je haar kerkschoenen kan samenvatten. Ja, kijk, is gelul los. Recht doen. Dank je, Ossian. Om 10 sal nie gee nie, man. Kom ons nie die vrat van hulp nie. Petrol Drom is baie beter en sterker. Dis rooie. Weet julle ons wat? Wat? Daar is Bobby Jan in die dominee se tuin. O, Bobby Jan? Wat maak die ding daar? Hy sit op 'n park. My pa sê die dominee moet van die bosveld af laat saamkom. Deel van die boks van bende. Die ding moet ons gaan bekyk. Weg is ons. Hoeveel ons van Owens? En wat gaan ons met hem aanvang? Hoe speel sommer net een beetje met hem? Ja, maar sê nou die dominee van tyd. Ach, Blikkies, niemand zal eerst weten dat ons die Bobby Jan gesteel het nie. Ons speel een beetje met hem in die fort, dan brengen ons hem weer terug. En wie gaan hem vang? Trompie natuurlijk. Hij is ons kaptein. Bij die ding? Ek weet nie. Dit moet iemand zelf uitvind. Roy, jy soek vir my. Ek is bang vir jou nie. Nee, wacht nou julle. Dat is nou tyd vir strijd nie. Ons moet die Bobby Jan in die handen kry. Toe, waarvoor wacht jy? Wacht maar, fluit is Harry, man. Ek is lank in die straat gaan wakker. Ja. Kom, Kiesie. Kom. Grijp die ketting en ruk die ding af. Ja, man, gee die kans. Tip, daar kom die koster. Middag, Boet.
mag je niet. Kom, Kiesie. Mooi, Kiesie. Kom, kom. Kom, jongen. Ja, niet voorbij zien laten. Ja, is nog niet hier af om de klomp ronde achter te gaan. Baie dankie, Tanny. Tot ziens, Tanny. En Panigrita. En dan is haar koekzusters. Wie van u zal daarvoor zijn? Mijn zusters? Schoonmaak en alles weer in orde krijgen. Als jullie klaar is, kom je naar mijn studeerkamer toe. Al vier van jullie. Zusters, ik is jammer. Ons vergadering moet uitstaan tot bij de volgende gelegenheid. Ik is jammer. Binnen. Nou toe, wat jy te sê? Ons wil maar net met op een spele doen nie. Zeg, weet jy wat die Bobbejaan het meteen het geneem, Trompie? Ja, doen. Maar om die sterste prokovasie doen. Hoe kom je dan bij die kerkzaal uit los? Het was niet als pres niet, dominee. Dat is die honderdse skuld. Hulle het ons gejaagd, dominee. Als het hulle probeer keer op, dominee. Nou maar goed, die keer sal ek vergeet. Maar julle los naar die Bobbejaan. En zondag is julle allemaal in die sonnaskool, anders is dat moeilijkheid. Ja, ja, dominee. Nou goed, julle kan maar gaan. Dank je, dominee. Tot ziens, dominee. Tot ziens, dominee. Hai, Katrien, laat ek een beetje zien. Ik heb al een klomp foto's geneem. Kan ik een beetje bekijken? Hoekom? Ik zal ons niet breken, man. Je wil ons nooit echt met samen met jou en Davie hulle gaan. Dan kan je ook niet met mij goed spelen. Maar je weet ons als wel die meisjes daarin. In elk geval, je kan je kamer omhoog. Het is sommer simpel. Jij is simpel. Pa? Alweer in die moeilijkheid, hè? Ach, los meid, man. Ek net gebroodkop, ma.
Goed, Anna, bring ze wat versier, zeker voor die koeksnaam. Goed, ma. Hier is ook pa. Middag, ma. Middag, Trompie. Wat die alweer vandaag aangevangen? Ek, niks besonders nie, pa. Tant Sari was niet nie. Gut, het sy vir ma vertel hoe die Bobbejaan op in Griet gespring het? Nee, sy het nie. Maar hoe kon julle soos barbare staan en skree? Dit nogal in die kerk saam. Hoe durf julle klomp so maar dominee se Bobbejaan steel? Ons wou maar net vir rukkie geleen het, pa. Oh, en denk jy dus, het was reg om dominee se Bobbejaan te vat? Seker nie, pa. Jy werk morgen heel dag in die tuin, hoor. Maar pa! Ja? Het is een morgen saterdag, dit is mos naweek. En pa, o, jy hoeft wel nooit te hek om help. Seker maar om jy altijd nie pad is. Is seker zo, pa. Ja, maar goed, dan kan jy die groentetuin skoffel en jafte kan, wat is nie Dalia's werk en blee uit mekaar se pad uit, hoor. Reg, pa. Morgen, klein baas Trompie. Morgen, groot baas Jafta. Praai je dan nou? Ga je me vandaag een beetje helpen in die tuin? Nee, ik ziek. Oh, en wat voor ziekte is dit nou? Ik weet niet, want het is soms alles begint draaien. Mijn kop draaien, mijn baas omgekrap. En mijn hart is hier. Ja, ik ken hem bij ziekte. Dat is maar zijn duisterse ziekte. Alle roep om die draait ziek. Ik ga gewoon een man doodmaken. Hoe wie jij? Nee, ons ken hem, Trompie. Ons ken hem. Jij ook? Oh, Trompie. Die draait ziek. Hij is een baie lelijke ding. Ach, is niet, man. Hij is, Trompie. Hij is. Waar is die andere beren? Hij is gestraag. Is hij vervlakste Bobbejaan. Een rooie moet zijn pa sy garage prim en blikkie spetijn om. Ook is jy nie ook gestraaf nie? My pa weet nie dat ek ook vir jou kees gejag nie. Kom, ons gaan zwem. Ek moet in tuin weg. Wil jy my kom help nie? Wel, ek moet nog goed vir my ma in die dorp gaan haal. Ek sal nie kan nie, ek wil een wikkel. Sien jou Trompie hoor. Nee, reg, wat daar weg sy onthou. Pak sy maar los. Nee, Trompie, daar is ons nie die rechte ding om te maak nie. Skies jou af dat ek nie bloem jou raak te gooi nie. Jou pa, Jesus, sê ek moet hom sê as jy weer die droogte maak. Wat ek sê hom was, ek het nie as pris gedoen nie. Ek was kwaad, toe gooi ek die kleed somme weg. Ek sal hom glo, Trompie. Dankie, Jafta. Goed so, Trompie, goed so. Met een halve kopie, asseblief, Anna. Ja. Die nog een beetje suiker nie, pa. Nee, dankie, Trompie, het genoeg gehad. Dankie, Anna. Wat keer jy, Trompie? Ach, sissie. Denk hier moet de man maar een nieuwe blaadje omslaan. Oh, alweer een nieuwe blaadje. Nou, jou boek in die tijd zeker al amper vol, hè? Los nou, verdrompie, Anna. Hoe laat komt een nieuwe vriend van jou vanmiddag? Zo tegen die tijd vanmiddag, man. Wie is hij? Stik die jongpa, hij is een klerk bij die magistraatskantoor. Maar als jy met springmiddag chocolade koek, hoor. Waar vanaan heb ken jy hom? Ik heb hem verlede zaterdag bij die nieuwe partijkje ontmoet, pa. Oh. Nou ja, verskom ek moet wegwees. Ek ook klaar die boodreig opgemaak, pa. Dankie, Trompie. Anna, kom kry jou tee. Goed, ma. Jy ken daarom seker nou al daai stuk. Nie goed genoeg nie, ma. Dirk ken sy musiek, sy suster speel ook klavier. Wat ga jy vanmiddag aantrek, Anna? Nou, bly rokkie. Ach nee, Anna, jy is mis daarmee meer 15 nie. Nou, wat is verkeerd daarmee, ma? Maar jy moet daarom liever iets anders aantrek so vir die middag. Ach, maar raak uittijds. Allemaal dra nou sulke rokke. Wel, as jy gek van jouself wil maak, dan moet jy dit seker maar doen. Ek probeer maar net vir jou goeie raad gee. En ek glo nie jou pa gaan tevrede wees met jou keuse nie. Mens loop nie afkaart voor 'n man wat jy die eerste keer ontmoet nie. Toe, wat sy streier jy gaan hier aan? Is hy wolf al hier? Nog een pa. Geef haar Trompie aan. Kom, is jy so omgekrap? Ach man, ek kan ook nie elke dag met die kinders by jou nie. Tee. Asseblief. Trompie?
koeldrank en koekjes. Sjoe, dank die. Spaal terug. Nou, hij is net gekomen. Je werkt hard, hè? Ja. Trompie? Ja? Hoe zou je ervan houden om 20 cent te verdienen? Wat moet ik doen? Het is makkelijk. Ik wil hier, je moet vanmiddag net hier in die tuin blijven. Je moet niet naar bij huis komen. Hoekom? Omdat ik een bezoeker krijg. Je weet het toch? Nu kom ik eigenlijk niet huis om kom je. Omdat ik niet moeilijkheid wil hebben. 50 cent. Dan blijf je buiten. Geef je geld. Nee, wat? Eerst vanavond, als niks gebeurt. Waar is jij die gaan betalen? Ik zal, man. Met lichte donderbuien in die laatname. Zo ja. Uit zo. Uitgevat, hè? Mensen kan die mannetje ontmoeten wat ze voor verontwrichting hier in mijn huis veroorzaakt. Ja, dat is blijkbaar iemand persoonlijks. Ah, heel persoonlijks. Je kan nou maar die koekie die ijskast uit halen, hoor. Ik ben wel namo. Snel vier. Dit is nou mijn pa. Oh. Aangename kennis, meneer Toerien. Aangenaam. Zit maar, Dirk. Nou, u, mevrouw. Dank u. En wat breng je nou een klein dorpje zoals ons? Hoe bedoel je, meneer Toerien? Waar mensen zeer hard voor mannen, zoals hier meer geleentheden in de stad als Johannesburg bijvoorbeeld. Ja, dat is zeker zo, meneer Toerien. Maar ik heb het gevoel, ik kan van meer waarde voor die gemeenschap wezen in een achterlijke dorpje zoals Quaggeberg. En zijn mensen een beetje cultuur willen, hè? Johannesburg is net de Ierse rij. Oh, is dit zoals je verken niet afstik. U gaan dus een beetje cultuur voor ons naar ons dorpje brengen. Wel, mijn zuster ging natuurlijk klavieruitvoerings in Johannesburg en ons kan altijd een concert of iets gereel krijgen. Wel, cultuurzaken daar gelaten. Zet maar er. Dank je, mevrouw. Zal ik voor ons een beetje thee maken? Het zal lekker wezen. Thuis gebakte koek. Dat zal heerlijk zijn. Kom, help mij, Anna. Goed, mag. Zet, Dirk. Dank je, meneer Toerien.
bijzonder lekker. Nog een stukje daar? Oh, nee, dank je. Ik moet letten op mijn figuur. Zelf gebakken, hè? Wel, jouw ma is een beetje geld. Mijn oma was natuurlijk een baasbakster. Ze zijn altijd met die prijzen weggelopen. Dank je, mevrouw. Zielig van die Kaapse jongen. Dat is recht, mevrouw. Mijn opa had in de boerenoorlog gevecht. Hij was een Kaapse rebel. Ma. Kamp voor hem gebring. Mijn kamp? Oh, waar dank je. Trompie, ik heb niet om zijn kamp gebring. Kan ik ook een stukje koek krijgen, man? Ja, zeker, Trompie, maar dat ik je niet eerst voorstel aan meneer de Jong. Meneer de Jong, dat is Trompie. Middag. Middag. Je is ook niet betijds. Is jou ook van aan uw werker in die tijd? Ja, en ik rukkie zit. Maar jij zit doodstil. Ja, klaar met die onkruid, Trompie. Zo te zeggen, pa. Je maakt je mond op, niet hoor je. Mag ik maar ook, mevrouw? Zeker, ga er eens voor. Nee, dank je. Sigaar, meneer Turing? Nee, dank je. Ik hou maar bij je pijpelis. Hij is minder schadelijk voor die mens. Ik rook natuurlijk niet bij speciale geleentheden. En, als mensen je rook niet intrekken, is dat natuurlijk geen gevaar. Dus kom mee, mevrouw. Anna, krijg voor ons die asbak daar op het klavier, alsjeblieft. Ja, zeker, man. Ah, een klavier. Baie mensen gebruiken klavier die is dan net voor die love jazz ding. Het is dezelfde dat mensen goede klassieke muziek hoort. Dank je, Anna. Kan jij spelen? Ach, niet zo bikkie. We ons niet een gunstie bewijzen voor ons ietsie spelen. Maar ik speel niet baie goed niet meer. Ach, nou ja, ons kan niet allemaal Rubensteins wees, nie? Ja, goed. Mijn zuster speelt natuurlijk net op een vleugel. Maar Anna, je hebt nogthans die stuk op meesterlijke wijze vertolk. Ach, ik heb natuurlijk baie lang klaas gespeeld. Oh. Is niet je jok? Die stuk vanmorgen zeker al 20 keer geoefend. Trompie, kom samen met mijn kombuis. Daar is iets wat ik meteen hier moet voor mij doen. Kom. Ja, is laat. Ik zal moeten gaan. Nou ja, ze zullen ze die mond van die zuigeling. Lijkt me Tromp weer rechter gewerkt vanmorgen. Zelfs die bloem ook net gegooid. Ja, hij is een oudelijke knap. Net een beetje ongemanierd en verwaarloos op die ogenblik, maar nou ja. Dit kan met tijd terechtkomen. Ja. Ja. Tot ziens, meneer De Jong. Tot ziens, meneer Turin. Baie dankie voor een aangename keer. Die groet aan mevrouw en aan Anna. Ik maak ze. Tot ziens. Ziens! Hey, die Trompie se tuin had gehoor uit werkelijk hand uitgeruk. En ik denk rechtig je behoort voor je kan. Hoe denk je voor Anna nou? Maar ma is nog voor mij altijd dat ik niet jok niet. En je hebt moest je stuk al baie keer geoefend. Maar dat is niet een geval van jok of niet jok niet. Dat is om je rechte ding op je rechte tijd te zien. En ik denk je rechte ding voor jou is om nou van Anna om verskoning te gaan vragen. Maar ma, hij kan toch niet al kerel wees niet. Hij is helemaal anders als ons. Kom. Kan je me horen, zus? Ja. Wel, ik wil maar niet zeggen, ik is jammer dat ik de verkeerde tijd niet gejok het nie. Maar ik is ook eindelijk niet jammer nie, want hij is sommer een rechte ou krater. O,
Maar weet pak dan Trompie is reg. Hierdie Dirk, die jongen sommer 'n verwaande vind. Ons is bly jy dink ook so, my kind. Ek kom nou. Trompie. Trompie wen, Blikkies kom tweede. Nee, wat op Blikkies ook. Jy het water op jou knie. Want ek kom net 'n bietjie honkel. Dan sê jy dit. Wil jy nog 'n slag probeer, ouens? Nee, wat? Ek's moeg. Wie vat vir rooi? Jy Blikkies. Nooit nie, man, ek's te moeg. Ek ook. Maak nie saak. Blikkies daar die rooi. En Bosman die bra. Kom op, hier die boksom wende. Met 'n geduikte skoene en 'n ketty in die sak. Dankie. Middagre is kloof toe, wat sê julle? Natuurlik, wat anders? Ek gaan nie saam. Hoe dan nou? Wat wil jy dan doen? Ek wil 'n vergadering hê. Vergadering waarvoor? Ons gaan nie vergadering hou nie. Ons het niks om te bespreek nie. Ek het iets om te bespreek. Wat? Ek sien julle vanmiddag by die fort sê. Ons wil nou weet. Ek my pa in die winkel gaan help. Ek sien julle vanmiddag sê. Boeie. Wat is dit met jou man? Niks nie. Sien julle vanmiddag 3 by die fort. Daar's fout. Wat se fout kan daar wees? Wat lolie ou ran, hy weet mos ons vakansie. Seker maar groei pyne. Kom. Ons ontmoet vanmiddag 3 by die fort. Nou, wanneer begin ons hierdie vergadering, Trompie? En hierdie sit ek sit en dink hoe die ding moet opnee. En wie is jou Trompie? Nou goed dan, kaptein. Is ons allemaal hier? Mannen van die boksenbende, ik stel nu voor Rooi aan die woord. Ik wil iets op je hart het. En ek is nie ouwe wat baie praat, maak iets om vir julle te sê. Nou kan sê dit nie. Wel, wat ek wil sê, is die ding nou heeltemal omgekrap is van die hele fiets sê. Wat bedoel jy, Rooi? Ek staan op nie meer nie. Ek wil net my sê sê. Kyk, Trompie, ons vier is al maas van as ons in stand 2 is. Dis waar, ja. Dis wat ek wil sê. Ek glo nie ons al lang meer groot maats wees nie. Hoe nou? Hoekom sal ons nie meer vriende wees nie? Ek wil sê nie, jou sê nie. Ek voel... Ek wil... Ek kan nie meer in die boks om mene behoort nie. Maar Rooi... Wacht eers, Trompie, dat ek eers klaar praat. Ek het lank oor die dinge gedink wat ons gedoen het. In die kloof swem, heuning uithaal, dominees op Bobbejaan steel, perskes deps en sirkus hou. En sommer oor al die ander goed. Ons vier het jaar lang skool toe gestap en teruggekom. Hoe gaan ons nou hoërskool toe? Julle drie op fietsie en ek moet stap. Ons laai ons op, Rooi man. Nee, daar staan julle eers weer in stry op wie my moet optel. En daarvoor sien ek nie kans nie. Het jy aan jou pa ooit regheid gevra vir 'n fiets? Ja. Hy sê daar is nie geld nie. Hier is in elk geval nie plek vir my nie. Onsin! Natuurlik is dit onsin, man. Ek sê ook so. Rooie! Ja? Ons gaan 'n plan maak. En een ding is seker, jy moet ook 'n fiets kry. Ek stem saam. Ek ook. Julle ons praat nou van iets wat heeltemal onmoontlik is. 'n Fiets is duur, waar gaan jy die geld kry? Rooie, as 'n Trompie sê ons gaan 'n plan maak, gaan ons 'n plan maak. Jy ken ons vrou Trompie, man. Ja. Ek beloof jou, Rooie, ons gaan jou oral rondkarwei en nooit weer daar strein. En al voor die skool begin, gaan jy jou fiets hê. My pa in die winkel gaan help. O, jou pa's vir jou die Joosie. Ja. Je weet ik jou op naar die vakantie. Wat gaan? Trompie iets van sê, pa. Is hy goed genoeg? Ek sê maar, pa. Is die dame het geld als de schoenen? Nee, pa. Dan toeskron, kerel, schoen.
My pa sê sal geld kry as hard werk. Eeg. Wat moet ons anders doen, hè? So sal dood moet werk om 80 rand in die hande te kry. Wie sal ons ooit 80 rand betaal? Ja, dis waar, maar ons moet ten minste probeer. My pa sê ons kan die geld by hom in die bank ombere. Laat ons sien hoe staan sake nou. Wie geld het jy blikkies? Ek. Vanmôre het ek 20 sent gehad, want toe koop ek kougom dan. En jy, Davie? Niks nie, maar môre kry ek 20 sent. Ek het ook niks nie, maar ek kry ook môre 20 sent. Vandag het ons niks nie, maar môre het ons 40 sent. Hoeveel geld kort ons nog voor het ons 80 rand sal hê? Sien, 80. 79 rand 60 sent. Weet julle ons waarin kyk? Ek dink ons moet na om Lewies toe gaan en uitvind hoeveel kos 'n fiets eintlik. Dalk is 'n goedkoper of duurder. Kom ons gaan vind uit. Dan kan ons redelik streef om die ding op skool te koop. Maar koop moet ons koop. En dit nog voor die skool begin. Hoeveel valse waarop sy rig is hy hierdings? Hoeveel kos hy? Net 80 rand trompie. Dis maar al. Goedkoop man. Dis natuurlik sonder die AVB, hè? Ag nee. Ons moet nie die AVB dinge sien nie. Net die fiets. Dis verkoopsbelasting trompie, ons moet dit betaal. Ek weet man, ons het nie genoeg geld om 'n fiets kontant te koop nie, oom. Nee. Nee, oom. Ons wil graag op skuld koop. Ek dink ons kan reëling tref, trompie. Wil julle die fiets koop en paaiemente betaal? Asseblief, oom. Nou ja, wag, het ons sien. Sien julle, dit was maklik. Dan maar wag en ons plaaf rand in die hande. En waar dink julle gaan ons elke week 1 rand vandaan kry? Ek het klaar uitgewerk. Besef julle dat ons vir 68 weke 1 rand moet betaal? Ag, ons bekommer ons later daaroor. Nou moet ons hier die 12 rand in die hande kry. Meneer. Môre pa. Môre. Goeiemôre, kerels. Wat kan ek vir julle doen? Pa? Ja, Trompie. Ons is hier om beamptelik te spreek. Nou ja, sit kerels. Hierdie bank laat sy klante nooit staan nie. Nou ja, kerels. Wat kan ons vir julle doen? Ons wil geld leen, pa. Jy bedoel, julle wil aansoek doen om 'n lening? Ja, pa. En wat is die bedrag van die voorgestelde lening? Ekskuus, pa. Hoeveel wil julle hê? O, 12 rand. Watter sekuriteit het julle? Sekuriteit? Wat se ding is dit, pa? Wel, dis nou iets wat julle hier by die bank deponeer wat groter waarde het as die bedrag van die voorgestelde lening. Polis of aandele of so. Maar ons het nie sulke dinge nie, pa. Jy sien, Trompie, dis waar die knoop lê. Ek is jammer, maar ek kan jou nie help nie. Dis maar die reëls van die bank. Binne. Daar's 'n kliënt om te spreek mee, Torie. Dankie. Ja, kerels, ek julle graag wou gehelp het, maar daar's nou niks wat ek in die saak kan doen nie. En nou moet julle my asseblief verskoon. En Trompie. Onthou wat ek jou gesê het. As julle geld wil bymekaar maak, moet julle hard werk daarvoor. Ja, pa. Tot ziens, pa. Thank you.
los, man. Ik wil klaar krijgen. Goed, man. Ons is klaar, oom. Baie dankie. Bang. Dit was goeie werk. Dit is sommer een plezier, oom. Oom, net sê as er nog iets is wat ons moet doen. Om die waarheid te sê, ja, ek sien julle het fietsen. Ek sê julle 20 cent gee vir elke streepsak kraalmis wat julle vir my bring. 20 cent, oom? Ons is sommer julle klomp bring. My broer boer net hier buiten. Julle ken ons vir 10 is koomweek. Ja, oom, huis staan het 7. Dit is op hulle plaas. Op die pad na Skikfontein, oom. Dit is reg. Ek sal hom bel en sê julle kom. Hierdie soort van werk, ne? Hoor wie praat, die dorpjappies, ken jy al die verskil tussen een koe en een bul? Ja, een koe het een nier en een bul nie. Hey, Trompie, kijk hy lekker in natte, tel hem op, man. Daaien? Ja, dat is hy. Die, vat! Kom met Tinus, is jy nog bang, hè? Lekkies, hier kom nog een! Sies! Jip ze, Owens! Jip hem, Owens! Jip jou, Tinus! Sies! Ha, het jy lekker getref, hè? Yes! Wat moet ik hier jou? Wat ruik jij zo snaaks? Moet ik vooral niet, man. Ik heb gewerkt. Die hele dag. Wat? Misvuur gesmeer. Je moet liever gaan was, maar al krijg je stuipers hier, sussie. Goed, sussie. Maar eerst een drukkie, hoor. Los me, ik drop je als je aan mijn pad. Drop je, los mij! Jy is jy stil? Ek is moeg, pa. Dan denk ek aan Trompie wat die hele tijd op die fietsen rondbal jaar. Ek so oud soos jy was, broer. Toe het pa 50 kilogram mielie sakke van son op tot son onder gepak. My pa daarom een paar cent daarvoor gekryk. Ek weet, is nie lekker om so te werk. Maar as het moet, dan moet het. Mens het jy wil verstaan. Mens word altyd beloon vir jou opofferings. Is nie winnig altyd met geld nie. Verstaan jy dit? Ja. Hoor pa! Môre, Trompie. Jy is vroeg op vir 'n man wat vakansie het. Ja, pa. Ek het gehoor pa sê vir ma, pa wil hierdie stuk grond skoon hê. Groot stuk grond, jong. Is lankal al gedoen gewees het. Het ek reg gehoor? Pa sal die persoon vier aan betaal vir die skoonmaak. Jy reg gehoor, ja. As pa môre middag by die huis kom, die stuk grond is skoon. As pa my die vier aan gee. Julle is mos daar vat, man.
Ons laat recht krijgen. Als pa morgenmiddag bij die huis kom, pa is tevreden nie, pa my moest niet te betaal nie. Maar goed, ek sê julle kans gee. Kijk ons morgenmiddag wat jy bereik het. Dankie pa. Pa sal nie spijt wees nie. Hey Trompie, wat maak jy? Ek het een plan, ouwens. Ons kan geld verdien, sonder om een vinger te verroer. Hoe? Luister. Wie van julle wil allemaal R2 verdien? Steek op julle hande. Dit hang af wat ons moet doen, hoor. Julle bezigheid is een competitie. Ons wil kijken wie die vinnigste kan werken. Hier is mijn aanbod. Elkeen krijgt voor hem een stuk grond. Als ik die teken gee, begin julle om die bosjes en die onkruid uit te trekken. Die wat eerste klaar is, hij krijgt R2. Trompie? Ja. Toen ons hierheen gekomen het, het ons gedink elkeen gaan R2 krijgen. Ja. Maar nou lijkt het voor ons net die een gaan geld krijgen. Ja. 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 Dus recht. Julle het me maar seker net verkeerd verstaan. Wees redelijk. Julle is toch niet bang voor die competitie nie? Die een wat wen, hy krijg die geld. Ander verloor soos manne. Enig een kan die geld wen. Jy, of jy, of jy. Denk net wat jy alles met R2 kan doen. Kijk het hoe klein is die grond. Waar is die geld? Ja, al uit man. Jy wantrouw me seker toch nie? Toe, weg is julle. Trompie, als jij zo slim is met je schoolwerk als met je plannen, ga je zo waar hier te staan. Ik was als kind er nog plan om, moet ik het zelf doen. Kijk van ver, kijk hoe lekker werk hij. We zien ons nog 485 nodig voor die dingetjes. Ja. En hier zo gaan ons 2 randen. Met maken we allemaal de 15 voorbeeld. Ons van het voor ons. Ons moet daarom iets krijgen voor die organisatiewerk. Ja. Ek is klaar. Sarel het gewin. Jullie anderen moeten het klaar maken hoor. Jullie uitjes zijn hem hard gewerkt. Als het geld recht is, dan is die probleem niet nep. Wat ga je met het geld doen, Trompie? Weet je dat nog niet? Als je voor een fiets koop. 2, 4, recht. Dank je pa, excuse, maar ik nog een paar dingen om te doen. Ik zal later kom je het, ma. Ik heb niet geweten dat ik kan zo werken. Had ik voor jou een geheimpje verteld. Wat? Zet op. Ach, nee, maar wacht een beetje, Trompie. Voor ik jou geld vat. Nu eerst dat je pa van mij hier die vorm invul. En onderteken daar zo. Wat is er dan nou? Wat zijn vorm is er die? Man, jou pa moet teken dat hij die fiets koopt voor R80. R12 deposito en R1 per week. Ik kan die fiets aan een van jullie verkopen, man. Jullie is minderjarig. Jullie werkt niet, jullie het niet. Betrekkings niet, man. Nou, oom, hier is die geld dan. En dan sal ons elke week R1 betaal. Ek is jammer, ou Trompie. Laat jou pa nou eerst die vorm invul als jy die fiets wil hebben, man. Wacht hier, ouwens. Mijn pa sal nie teken nie. Maar ik kan daarom proberen. En wat gebeurt als Trompie zijn pa niet wil teken nie? Ja, ik weet het niet. Pa, wacht voor mij! Wat is het, Trompie? Je moet gauw maken, kerel. Ik moet kantoor toe. Dus Roy is een vies, pa. Ons het hard gewerkt aan die deposit toe. En dus is het vanmorgen aan hem levies gee. Dus zei pa moet eerst hierdie vorm teken, voordat hij voor ons een vies kan geven. Ik kan niet die vorm teken nie, Trompie. Ik geloof niet jullie moet die fiets op skuld koop nie. Maar pa, kan niet anders nie. Die skool begin volgende week en Roy moet een fiets hee, pa. Trompie, as Roy is een pa vir hom een fiets wou koop, dan zou het moest gedoen het. Pa, weet hulle kan het niet bekostig nie. Trompie,
Misschien sal dit nou 'n bietjie langer vat voor hoe jy se pa vir hom 'n fiets kan koop, maar dit moet julle maar nou soos manne aanvaar, hè? Ja, pa. Julle gereed. Sien na daai bord. Tot by daai bord en terug. Op julle merke. Gereed. Weg. Duroe! Trap hom aan! Don't be any box on bender. Dis blikkie sta by roeie en Guzman die brak. Don't be any box on bender. Den geduikte skoene en 'n kitty in die sak. Laat toch hier sien. Wij gaan met die Ierse terrier. Die hond het ook oor die 40 km per uur. Ek wind ons baie vinniger. En wie gaan die heuning uithaal? Ek het die vuurtjies, ek sal brand. Nee, wag eers 'n bietjie. Ons kan loetjies trek. Nee, ons hardloop resies of so iets. Die ou wat verloor, hy al nes uit. Nee, maar dis nie reg nie. Jy weet jy en Trompie is vinniger as ek en Davie. Ons hardloop voorgee. Ek stem. Davie, jy staan heel voor. Jy staan met daai twee rooi klippe. Lukkies, jy staan by hierdie wit pyp. Weg is jy. Ek en Rooi sal van hier af wegspring. Lukkies, jy kroek. Ag man. Met jou voet langs die pyp, Lukkies. Vandag al jy nie sit uit, Trompie. Dis nie waar jy fout maak, Rooi. Op julle merke. Gereed, weg! Jij al eens zei dat, Trompie. Dank het geval, man. Makkie, sakkie. Mijn ma is nog op het einde zoeken naar een piekje in. Kom eens zwem eerst. Ik denk dat we liever eerst die heuning gaan uithalen. Kom, ouwens. Bobby, hoe kom je weer naar
zwaar. Ik zal proberen. Ja. Hey, wat Het jy gehoor, Blikkies? Ja, ek weet. O, Blikkies, ek het nie geweet jy kan so vinnig swem nie. Stil, man. En ek het nie geweet jy kan so vinnig hardloop nie. Het hom. Hou hier op my oog. Een ding is baie seker, 'n rooi is definitief nie allergie vir bysteek nie. O, gaan na ouens, het lyk my ou trompie begin opswel. Ons beter huis toe gaan, hierdie ding kan iets leliks afgee. Ag, dis so erg nie, man. Rooie behoort te weet, trompie. Kom, jong. Maar wat van ons klere? Dit behoort droog te wees voordat ons op die dorp is. Jy moet genoeg eet nou, Herklas. Een van die dae is weer 'n springkompetisie. Ek mis nog niks nie. Rekker, halfrete appel, knipmes, 'n paar knippies, 'n tou, 'n tol en my goed. O ja, nou Herklas. Ma, ma. Wat is het trompetjie weer pijn? Nee, maak my keer niks nie, ma. Wie is het wat so met Jafta in die tuin geloop het, ma? O, dis sy broer Sefania wat vir 'n paar dae by hom kuier. Wie se hond is dit? Seker Sefania se? Ma, kom met ek ook nie 'n hond nie. Ek besit ook niks nie. Ag, toe maar trompetjie, jy moet nie so praat nie. Jy het vir my en vir jou pa en vir jou suster. Ja, maar ek het nie 'n hond nie. Miskien nie, maar dink aan al die ander dinge wat jy het. Soos wat? Dis maar al my besittings, die. Ag, nee, wat, trompie, jy voel nou maar net so, maar jy siek is, man. Môre gaan jy baie beter voel. Drink nou jou melk, dan gaan jy gauw gesond word, hoor? Ja, ma. Maar kan ek net 'n rukkie na die hond gaan kyk, ma? Nee, trompie, jy kan nie na die hond gaan kyk nie. As die swelsel eers afgesak is, dan kan jy gaan. Ja, ma. Ek nie meer hoor nie, dankie maar. Dankie. Wat gaan met hom aan, dis aan sy gunsteling nagereg. Probeer seker was sy verlore vryheid in al. Ek mag nie misgis nie, sy reg uit na Sefania aan sy hom toe. Wat wil hy met daai wrok van hom maak? Middag. Middag, trompie. Hoe is jou naam nou weer? Sefania. Jafta is my broer. Is jou hondie? Hy is. Hy het sommer saam met my by die pad begin loop. Wat is sy naam? Boesman. Ja, ek roep hom sommer Boesman. Wie jy hom nie verkoop nie? Ai, Kana. Hy is my maat as ek so alleenig loop. Ek gaan nou kos gee en 'n bietjie met hom speel. Is dit reg? Dis reg, trompie. Sefania weg is. Ons wil nie die hond steel nie, Rooie. Sefania sal weer eens ons wat sy hond gevat het. Kan ons nie na hom toe gaan nie en hom vra ons hoe? Ek sê mos, sal nie help nie.
Los nie een pakkie pap of sweets voor hem koop nie. Hier, ek het 5 sien. Ek het 4. Ek het nieuws in die bos. Die ons uit karton daar aan hou. En jy, Roya? En as ek kyk wat ek by my ma kan kry. Moet ons broer, 18 sien. Roy, jy sien sommer 5 sien kan kry. Ek sal probeer, kom ons broer. Wag eens een bietjie. As kaptein wil ek iets sê. Am in jy mors is tyd. Sit, Roya. Dankie, manne. Kom, ons man. Middag, Sofania. Middag, Trompie. Dit is my maats, Blikkies, Davie en Rooie. Ons het vir jou twak gebring. Ons het met jou praat oor Boesman. Dit lyk vir my die twak. Hy wil saam praat. Nee, Sofania, ons het die twak net so vir jou saam gebring. Dankie, baie dankie. Ons wil met jou praat oor Boesman, Sofania. Ons kan beter vir hom sorg. Ons kan hom goeie kos gee. En hy kan sommer hier agterblysie loop. En ons sal vir jou baie geld opbring. En ons wil elke dag twak koop. My pa het nog 'n ou pyp by die huis wat ek vir jou kan saambring. Jy kan misschien nog eens ontmoes my nou, Sofania. O, my klein basie praat nou te vinnig. Ek sê dankie. Maar Boesman, hy is my mat wat saam met my by die pad loop. Ek kan hom nie weggee nie. Ek kan hom ook nie verkoop nie. Nou gee dan die twak. Nee, Rooie. Wie sê om my te stamp, hè? Kom ons loop. Dankie, Sofania. Toe, Sofania. Ja, dankie, my klein basies. Ja, hier waar. Waar is hy? Roy, vat hom hier links. Ja, dit is daar. Ah, sien. Hou net die kop. Vat my blikkies. Ja. Reg op, ouwens. Ja. Kiet hom. Maak die touw die maas, maar sy kry daar aan die kant. Is hy? Roy, gaan ons klip en ons ankertouw gebruik. Hoe groot? Groot gaan ons om die vlottouw natuurlijk. Rooi, nou gooi eens van sy touw daar aan. Hou die reg op ons. Davie, gewaak jy so lang vast aan die ander kant. Daar is vast. Nou kort ons nog net een seil. Mense daar in my lekker vis vang van hierdie skip af. Boesman! Boesman! Waar is hy hond toch nou? Nou kan ons my vrou een naam ook gee. Hoe sê jy haar? Omdat alle skepe vrouwelik is. Oh. Ach nie, Davie, wil kijk ons skepe sien hem. Een rooie het een klip gekry. Hou liever op met twak praat, man. En kom jy op my hier, hierdie ding is deksel zwaar. Wat? Op! Vat aan, blikkies. Ja, man. Stop, hy is zwaar. Doe maar, man, ek sien so pieperig nie. Waarna toe? Wat van die vlot? Ons kan op ander dag kom regmaak. En wat gaan ons doen? Is het genoeg als ik vir jou sê ek het een plan om vir Boesman te behou? Ek wil nou weet waar het is. Ek sê op die fort inlig. Ons nou hier sy gordijn al gaan al. Kom ons wikkel, kom Boesman. Ou Trompie dink hy snaaks. Hy dink hy sy enigste met planne kan uitdoen. Nee, ou Roya, as een Trompie is so begin praat, dan moet jy weer als groot ding aan die kom. Ja, die is reg. Wat sê jylle? Dit sal werk. Roya? Die jylle is nog so laat uitplek.
Als morgenmiddag alles huiswerk doen, wordt ze een beetje later uit kan blijven. Mijn pa zal nu omgeen nie. Ek sal morgenochtend voor school op hem gaan praat. Dan kan het dit morgen aan de rooie sy buitenkamer alles gaan regmaak. Bakkes, maak ze. Kan hij niet zo lang die gordijnen vat nie? Dit sal nie genoeg wees nie. Ek sal nog iets aanbring. Jullie, zullen gaan ze helemaal naar Savan? Ja, Savan, dan gaan ze. Dat gaan we naar Happy Happy. Jij hebt twee eieren, Anna. Eén is ze blijft, ma. Tot ziens, pa. Tot ziens, sissy. Tot ziens, Trompie. Mag ik echt mijn appel krijgen? Ja, zeker, Trompie. Krijg hier een. Hier genoeg hier. Ja, dank je, ma. Kan ik nog een keer een dag water onder ons? Ja. Tot ziens, ma. Dat dan, mij dan. Ik is vroeg vanmorgen, is jij op pad? We hebben nog iets om te doen, ma. Zolang je niet die lange preschool aankomt, hoor. Nee, ik zal niet, ma. Toe, wat weg, Tyler. Excuse me, Ska. Waar is Trompie vanmorgen zo vinnig in? Weg het met Savanja aan die hond. Trompie is baie geëg aan daar die dier. Ja, ek het al met Savanja gepraat oor die hond, maar hy wil hom nie los nie. Jammer dat Trompie so lief geraak het vir die dier. Ik wonder, kan ons iemand voor een hond koop as Savanja aan Boesman weg is nie? Nee, ek het ook al in die richting gedink. Boesman, kyk. Savanja sê, gaan weer oor morgen loop. Hoor, Savanja. Ik zei appel voor je. Hoor, Trompie. Waar dank je, Trompie? Ik heb gedroomd, ik zit in die tuin. Het was donker. Baie donker. Toen zie ik zo'n groot wedding naar mij toe kom. Hij loopt niet. Hij kon. Hij trekt soms zo door die lucht. Zonder enige benen of zoiets. Hou. Hij heeft niet benen nie. Ja, nee. Ik skrip toe. Maar dat is niet te groot nie. Ik zie toe dis een geest. En hij wil met mij praten. Hij komt toe al nader. Toen zei hij in een grove stem. Waar is Savanja? Toen zei ik, hij slaapt. Toen zei hij, waar? Toen zei ik, hoekom? Toen zei hij, moet dan praten voor de hond. Die spook, kan hij toe praten? Ja. Toen vraag ik hem nou, wat is verkeerd? Toen vertel hij voor mij, hij is een groot geest van die honden. En hij wil voor Savanja zeggen, dat die hond achter moet blijven. Hij moet niet samen met hem op die pad lopen. Hij zei, dat is niet recht. Om zo'n mooi hondje, zo'n slechte behandel. En toe? Zij is het beetje laat geworden om hier te komen praten. Maar hij is op aan haar aankomen. Ik schrik de wakker. Ze snaakse droom, nee. Het is daar allemaal snaakse den daar, hè? Ik moet even komen zeggen. Mooi lopen van jou. Mooi lopen, Trompie. Baie dankie. Speel jullie slok, ons kom uit. Ach man, jullie praten met hem hier. Skoort, Pippies. Ach, skoort jy self, man. Jou stelen nie nodig is, jou alle ouwens gaan kry. Maak soos jy lekker kry. Wat sy van jou gesê, Trompie? Dik sê, was die oor was een groot spiedingstof van die spook begin praat. Ek hoop net die ouwe harte val is ons met hom klaas. Laat sê jylle by my wees. Laat ons hier so half achterkant. Afgespreek. Almal weet wat jylle moet saambring, hè. Ja. Maar goed dan, mannen, sien jylle half acht by die spook. Ons gaan voet en Pippies gaan sy spelen. Nou praat jy, kom. Trompie, 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 Ja, maar ik het, maar hij is klaar uitgebreid. Jij moet niet meer goed mors nie, mannetjie. Ik zal niet meer. Nou, goed vat dan maar. Dank je, ma. Goed, meisje.
hele blikkie soos al die. Oh. Ja, hy sal die ding doen. Blaas door die ding, blikkies. Luister die kerels, daar moet geen haakplekke wees nie. Wat doen jy, Davie? Ek sit in die luister. Nee, man, ek broer vanavond. O, ek sit achter die heine en gooi klip op die dak. Hier is ek klaar gevryd het, ne? Ja. En jy, Rooie? Ek sit op die dak en daar die pampoenspuk starig sak terwyl Jafta en Savanja voorbij loop. Gaaf, en jy, blikkies? Ek kryp met die blomme langs tot by die deur en as Savanja en Jafta uitkom, as ek in so grove stem. Savanja, as jy met die hond op die pad gaan loop, gaan jy doodgaan. En jy maak die deur toe, ne? Ek maak die deur toe, ja. Die dinge daar vastgehaald. Ek sal liewerste moet wikkel, want nou kry ek nog raas omdat ek laat is ook. Jy sak is in jou broeke moet sit. Ag, sy so erg nie, man. Ons het hy vast vir jou troppie. Met een skuldige gewete. Trompie. Pa. Wat jy weer vandag aangevang? Praat, Trompie. Wel, pa. Hoe sluit nou eindelijk sê? Jezus besonders nie, pa. Is jy hiervoor verantwoordelik? Mens kan maar sê ja en mens kan maar sê nie, pa. Dit was my idee, maar ek is eindelijk hiervoor verantwoordelik nie, pa.
Het jy of het jy nie vir Savanja en Jafta hier mee probeer skrik maak nie? Maar ek my boesman gehad het, pa. Of wat het dit met die pampoenspook te doen? Blikkie soms soos die spook gepraat het, pa. Hy moes gesê, laat boesman hier bly, want as boesman saam met Savanja loop, sal hy weer Savanja as dood gaan, pa. Maar voordat hy dit nog kon sê, was Savanja en Jafta al nie kombuis gewees, pa. Kom, sit hier, mesie. Kijk, Trompie, ek het met Savanja gepraat oor die hond, maar hy wil hom nie verkoop nie. Jy moet het nou maar aanvaar. Maar ek sê jou wat. Môre, as Savanja nou weg is, gaan jy ek vir jou hond koop. Wat sê jy daarvan? Dankie, pa. As ek boesman nie kan kry nie, wil ek liever nie hond heen. Ja, dan moet jy nou maar gaan slaap, my wees, heen. Nacht, pa. En Trompie, onthou nou. Sekere dinge wat een mens maar moet aanvaar. Ja, pa. Nog maar. Nog maar. Dat is het. Dag, Trompie. Ja, ou boesman. Morgen is ons bad dat jy mooi kan lekker Johannesburg te gaan. Ek sien die klein was, hy was om die hond. Dit is soos Savanja, jy moet jou troeteldier mooi oppas. Nee, Boesman het lekker geblee hierso. Wanneer ga jy loop, Savanja? Ek en Boesman loop altyd in die nacht. Die dag, hy brand stikken. Gaan jy vanavond al weg? Ja, die pad na Johannesburg is lang. Gaan jy recht af vir Boesman saamvat? Boesman, hy loop saam met my. Mooi blij, Trompie. Kom eens van. Kom eens maar. Savanja, ik sta hier niet samen met je stof. Nee, dat is weg, Trompie. Trompie, ek dink ons moet Boesman laat praat. Wat sê jy, Savanja? Boesman moet sê, met wie hy wil saamloop. Ek loop met die pad so toe, en jy loop met die pad terug. En ons roep vir Boesman. Goed, Savanja. Boesman! 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 Goeiemiddag. Ja, hou vast en geef my die tou aan asseblief.
Die Dirk Stal is regtig so sterk. Natuurlik. Hoe kom sal ons dit dan daar skryf? Sjoe. Gee aan daai ding. Mense kan ons sien. Kan ouma nie dalk 'n kaartjie verniet gee nie? Ek bedoel, het hom daarom gehelp met die plakkaat. As jy wil kom kyk, moet jy 'n rand betaal. 'N rand? Dis min genoeg. Jy raak vir my 50 sent om te leen. Maar jy kry my sulk geld. Ja, maar dis klaar, jy weet dis die einde van die maand. Dis die middel van die maand en jy skuld my alreeds geld. Ga vra vir pa of ma. Maar jy weet ook ek moet met die geld uitkom, né? Nou kom jy dit nie. Wat wil jy met die 50 sent maak? Ek wil vir my natuurlik iets koop. Jy kan dit mos volgende maand koop. Sal jy? Nee. Jy gee nooit terug nie. Loop leen by jou vriende. Hulle het ook nie. Skuld jy's vir rooi geld. Dan wil jy nog meer skuld maak. Jy kry niks by my nie loop. Simpel meisiekind. Mannetjie. Weet julle ouens wat? Wat trompie? Ek's nie trompie nie. Dis 'n vergadering hierdie. Soos almal hier. Kan jy dan nie sien nie, hè? Ons staan 'n week kom jy sirkus na hierdie dorp toe. Het julle dit geweet? Ja, nee. Dit kon ek gedink het. Sit hier net met dompe gekamer en somme doen. Terwyl die hele wêreld by hulle verbygaan. Wie se sirkus stomp ag kaptein? Beppo die buikspreker, Grotto die leeutemmer, Hans Bosse, ouma Toertjie stomp beperd en Dirk Staal. Sterkste man in Suid-Afrika. Dirk Staal, ons moet gaan kyk. Natuurlik moet ons. Dit is hoekom ons die vergadering hou. Waar kry ons die geld? Hoeveel kos dit? R1. R1, waar kry ons dit? R4 is nie vier van ons. Reg? Reg kaptein. Kom ons kyk hoeveel ons is nie vier van ons. Hoeveel jy rooie? Niks ek kaptein. Jy blikkies. Maar as manne wat my geld skuld, ek hoor niks daarvan nie. Jy blikkies. Niks ek kaptein. Davie, niks nie. Ek het ook niks nie. Maar ons moet R4 in die hande kry. Ek het dit. Dis hoor. Ons gaan gee leekoeldrank by ons by die kafee in. Ons het hele klomp reis. Ons ook en my ma se nie omgee nie. Ons dalk 'n paar. Ons begin sommer dadelik. Kry hulle oor 15 minute by die kafee. Ons sien nie van wat ons met die geld wil doen nie. Dis al. Ja. Ja, mama, dit is ook nie 'n idee nie, maar waar gaan ons dit andersins kry, hè? Net op die tuine weg. Ek dink dit's goed, hè. Ha. Sien jy daai blik? Ja. Weet jy ook net een klip nodig om hom af te gooi? Ag nee, wat 'n trompie. Dis nie 'n blik nie, dis 'n venster daai ou trompie. Dat waai ons. Hey, wat de duivel van je aan jou klink pakken. Kom hier zo. Kom hier. Kom hier, mannetjes. Ik zie wel een lesje. Kom hier zo. Kom hier. Dat waai ons. Hey, kom hier zo. Kom hier. Kom hier. Ik zie wel een lesje. Kom hier. Laat we jullie stukken niet zo kan je, mannetje! Wat dan, kom hier! Kom hier, jongen, met wat! Kom hier! Eet je ook, mannetje! Het was niet echt nieuw, ik heb het niet zo gegooid. Dus of jij, of een van jouw maats, kom zo! Hoe hing ons? Hij is voor blokjes, kom!
mannetjie. Vandag gaan ek jou binne mors afslaan. Dan moet ek af nie, ek in die oom. En toe, wie het my kuise venster gebreek, hè? Dit was ek, het was regtig net 'n ongelukkie gewees, hoor. 'N Ongelukkie sê jy? Kom hier, mannetjie. Wie dink jy gaan vir die ongelukkie betaal, hè? Ons sal. O, so, julle sal julle. En waar dink jy gaan julle R3.60 kry om vir die ry te betaal, hè? Dis wat dit goed kos. Dit sê julle leer om nie met klippe te gooi nie. Toe weg is julle. Totsiens en dankie. Totsiens, ja, toe lê. Totsiens, dank. Ek dacht jy kan so goed met die klip gooi. Ek het jou gesê jy moenie. Ons het buite nie genoeg geld gehad nie. Wat nou? Wat van die sirkus? Wel, die saak kan so. Het is best gedoen om geld in die handen te kry. Dit nie gehelp nie. Nou bly dan net een ding oor. Wat? Ag, nie so dom wees die blikkies. Vat vir my die palle, sit dit daar, ons lank kop terug. Vat hier die blok, vat hier die blok, vat hier die blok. Kom, 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 kom. Die dinge moet al lank al reg wees. En hierdie kas, wat soek jy hier, hè? Wat soek jy hier? Kom. Hulle vat glads te lank in die middag hierso. Mag kom. Sjoe, daai mense toe nou wil ek nie trap. Ja, kom. Ons moet almal ons huiswerk gaan doen. Ons moet nie agterdog werk nie. Waar kry ons mekaar? Die plan werk so. Rooie, jy kom kuier by my en ek kom kuier by jou. Blikkies, jy gaan kuier by Dawie en Dawie, jy gaan kuier by Blikkies. Ons ontmoet mekaar 7:00. Die sirkus begin 7:30. Dat is al baie mense, maar dat sit nie baie mense voor. Dat ek eerst gaan om die eerste wacht. Gaan eerst in. Moet nou nie allemaal gelijk gaan nie, ne. Wacht hier so'n rikkie. Stap recht uit na my toe. Stap of die wereld en hulle ons oor. Niemand het my gesien nie. En wat dink jy doen jy? Ek soek my geld wat hier geval het, maar toe ek inkom, toe val het uit my sak en rol het hier onder in my soek. Dan kom ek lig vir jou. Toe maar oom, dis niks nie. Ek het toch baie ander geld. Dankie oom, dis niks nie. Dit was amper. Jy kan lieg, hè? Daar kom my nou. So Anna Tanya fiets het op my hand getrap. So lekker ou vette. Ja, ek voel so. Thank you.
Dames en heren, welkom bij Olympische Groot Circus. Daar is een klein verandering in ons programma vanavond. Max, die koning op een rijpaard zijn rug, heeft ongelukkig iets geëet wat niet met hem accordeert. Hij zal niet vanavond kan optreden. Moet niet wanhoop, nee, dames en heren, moet niet wanhoop. Nee. Olympische Groot Circus biedt aan Grotto, die wereldberoemde leeuwtemmer met zijn 9 leeuws. Wonderlijke, maar ook niet te slecht nie. Ja, Montour is alles verniet. En dis nie al nie. Ons nog vir Pepper die bikespreker, Dirkstaal en al die ander nog sien. Onthou dit. Dames en heren, voor de eerste keer ooit biedt ons u, direct vanuit Boekarest, die wereldberoemde Zweedstofartiesten, die vliegende Tsarina.
Wat denk jullie? Ach, dit is nog niks. In mijn plakboek heb ik een print van over 3,5 salto's kan doen. Ach, wat weet jij, hè? Ik zie gewoon wijs als ik bij je huis kom, man. Nee, wat die ons is niet goed, nee. Hey, ouwens, kijk daar. Daar zit de Gerrit Moerdijk. Met jou kitty. Je vraag nog. Ah, man, moet niet die mensen gaan je zien. Ach, hulle sal nie, man. Roeie, sit so'n bietjie voor en toe. Wat om achter die oor? Nou, vuile ouw. Hy sal nog lang wonder waar die hem vandaan kom. Ja, omtrent. Ding wat die moeite werd is. Ek stem. Ja. Dames en heren, ontmoet Dirk Staal, die sterkste man in die zuidelijke halfrond. Dirk Staal! Ah, hij is vet, man. Ja, hij is vet spieren. Dames en heren, Dirk Staal, die staalspijkerjetter van de Kalahari. Dames en heren, nou dagen ons enige een van hierdie sterk jong manne in die gehoor uit om hierdie ligste een van die twee gewigte te kom optel. Die een van 100 kilogram, is nie baie zwaar nie, enige vrijwilliger? Nie baie zwaar nie. Wie gaan probeer? Wat er een van die sterk jong boosjens gaan probeer? Ah, daar is die jong man. Kom voor en toe, meneer, kom voor en toe. Bietjie applaus, mannen. Jammer, jammer, dat lijkt mij, dat zit in enige in zijn broek niet. Een beetje applaus voor hem, dames en heren, voor zijn moedige poging. Dank u, dames en heren, dank u. Dames en heren, en nou gaan Dirk Staal voor iets wijs wat niemand in Zuid-Afrika nog ooit gezien heeft. Hij gaat hier die 500 kilogram gewicht boek in zijn kop uitstoot, en dan gaan hij zijn linkerhand wegneem en het met zijn rechterhand uitstoot. Ik wil twee ziens in de gehoorheid, alsjeblieft, twee vrijwilligers om Dirk Staal zijn handen tussen en af te veer. Twee vrijwilligers, alsjeblieft. Wie van ons gaan? Ga je roeien, dan zal ik een eigen gedoe dan kijken. Kom roeien. Ah, daar is het weer ziens. Ja, goed jong kerels. Kom nader, kom nader, kom nader.
Hier is wel van die handdoeken. Jullie weten nou wat jullie moet doen, hè? Jullie verstaan nou mooi. Ja, tuur waar ik op probeer, maar kijk waar je kan uitdrag. Ja, nee jongen, ik heb het ons gezegd, het zit niet in de enige in zijn broek, nee. Maak voor die jylle gehoor, verbeel jou, jylle twee bochte. Waar is jylle kaakjes? Wel? Ons het nie hier nie. Het jylle betaal om in te kom? Praat man, of ek voeter dit uit jou uit. Ons het nie man. Aha, dit is een saak van die politie. Asseblief oom, oom hier die politie gaan aan nie, asseblief oom. Ons is jammer man. Jylle gaan boet hier voor kerelkies. En hy gaan die saak hier reg maak. Kom, bak! Bak, sê ek! Bak! Net een oomblik, meneer. Wie is jy? Ek is Jason se pa. Kom julle twee uit hier. Wat het hy gedoen? Ach, vir ons vir 10 minuten lang gestaan, vertel wat hy van ons gedink. My pa nie aangekom en die weet ek ook nie so lekker. Nou is ons eerste nie so. Als my paar af en uit van slat is, laat die vel awaai. Wij nou. Was het nie as die hele circus is? Waar is jou blikkies? Hy is na jou pa toe, maar dalk is hy nie daar nie. Ek is so. Ek het 4 rand vir julle toegangsgeld betaal vanavond. En julle gaan dit terugbetaal hoor. Vir die volgende 2 saterdagoggende kom julle my tuinwerk, is dit duidelik? Gaan ons pak kry, pa? Hulle behoort elkeen een deftige loesing te kry. Maar ek hoop vanaand sy les is beter as een pak sla. Vang net weer so iets aan hoor. Sommere is koud vanmoor. Daar gaat hulle. Ja, hulle sal nie gauw weer terug. Daar kom hulle staan. Wat is jou Dirk? Anno, wat kreeg die derde soms antwoord? Waarom moet jy weet? Ach, moet nou nie moeilijk wees nie, Arie man. En Frank moet die som nie self gemaakt. Is nie ek het. Nou goed, wat ek kan sien as dat weer sê as hy recht is. Ach, loop man. Arnold, is dit nou nodig? Wat my gestamp, juffrou? Wie? Trompie, juffrou. Trompie? Sommer net een ongeluk, juffrou. Nou sit allemaal en blijf stil. Kom ons kyk in die huiswerk somme wat ons gister moest doen. Wie kan vir my die eerste somse antwoord gee? Toe Gerrit? 30 luiver. Is nie vir die 60 dan? Dis korrek, Arnold. Kom ons kyk nou hoe is die werk van die som uit te werk. 15 mans het 8 dae nodig om een huis te bou. Hoeveel dae het 2 mans nodig om jou huis te bou? Nou om dit uit te werk, is eers nodig om uit te vind hoeveel dae 1 man sal werk. Nou goed, 15 mans werk. Hoeveel sal 1 man werk? Dit wil sê, dit is 15 maal 8 dae, is gelijk aan... 120 even. Dis goed. 1 man sal dus 120 dae lang bou. En dan soe maar ek brand. Bekeer jou aan. Iemand het my geskiet, juffrou. Stil daar, asjeblief. Wie het gedoen? Praat een wat skuldig is, anders straf ek die hele klas. Ek gee die een wat het gedoen het net 5 sekondes om te herken, anders straf ek die hele klas. 1 2 3 4 Is dit jy, Trompie? Nee, vrou, maar net een vraag, vrou. Ja? Wat is straf kreeg jy wat dit gedoen is, vrou?
En je moet een uur achterblijven. Ik heb het gedoen, Eva. Jij blijft vanmiddag een uur na school. Ik zal je werk gaan te doen. Ik denk dat toen die vier vrouwen in de Engelse leesboek. Dat kan ook lekker zijn, hier bij je. Ja. Ach, waar is het nou? Isa. Je weet, Isa, bij jullie gedicht is daar die mooiste wijze. Is dit dan kan ik het dansje afvragen? Ja, het is een prachtig wijze, maar ik doe ons doen daar sommer even zijn gedicht. Was misschien zo goed met jezelf gebrengen. Trompje, ga je dan eens een wijze. Ach, wat hij wees, ik is geen bang voor hem. Je is geen bang voor Trompje, maar hij is wat met hem sukkel. Nee. Hij is niks beter dan ik of jij niet. Kom, ons sal nog zien. Ik denk dat we die hoofdkarakters misschien uit die klas gaan. Dit is bekend. Ja, ja, en dat gebruik is niet die wie Engelse beste is. Ja. Zie je klaar, Trompie? Ja, vriend. Ach nee, Trompie, verstaan je dan nou nog niet die methode? Nee, eindelijk niet, vriend. Ja, is omdat je niet in die klas oplet, nee. Nou, ik zal het morgen weer verduidelijk. Je kan hem maar gaan. Lang. Denk je niet ons met die standaardriekjes voor koor van? Wie is dat? Hulle is er nogal oulik. Ja, mooi oud dochter die staan. Ja, nou, trek eens van sy oude blom. Trompie! Ga je voor hom ook een rol geen concert? Nog nooit. Hy is als bederf met sy streken. Hoe kom het jy nou jy sy arme ouwe hond vastmaak? Ach, hy sal net nie pad wees, man. Als Trompie gaan jou klets. Luister julle twee, als Trompie niet hier is nie. Woesman! Woesman! Trompie, ik denk hy is reeds samen die ander weg. Dankie ma, taks kom op. Luister nou mooi julle twee. Ek kom hier in die middel af. Daar wil jy van die linkerflank en Blikkies jy van die rechterflank. Nee, ek sê nog, jy van ons met die terroris wees. Ek stem, ek sal die voorte wat. Julle gooi daai ding en klaar. Ag nee, man, Rooi, ons is 2-1. Kyk, as julle wil hê ek moet saam speel, maak julle soos ek sê. Nou goed, wat moet ons doen? Julle versprei in posisies en wag tot ek skreeu 4. En hulle laat lees ons met die kleite. Dis reg. En na die eerste sarsie val julle weer plat en wag tot ek weer skreeu 4, dan spring julle op en storm hom. Ja, maar sê nou net een van ons het hom die eerste keer al. Ag, dit maak nie saak nie, man. Toe, weg is julle. We zijn in het schreeuwen. Maar gewoon zo kleed in die bos. Kom, Woesman. Ik zal een voeder op ons horen. Ik wil niet in die handen krijgen. Kom, zoek hem. Kom. Amelsen. Dis alleen. Heeft my sek lieg, hè? Ja, dis sek jy wat vir Boesman vastgemaak het, ne? Ek het en wat daarvan? Rooi, vandag voeter ek jou, maat. Ek is van bang vir jou, man. Hoe
Kom, slaan jy, is jy dan bang, hè? Slaan jy eerste? Nee, slaan jy eerste. Ja! Nog een rooie? Hier nog jou trompje. Wat, dat is dus mij verkeerd niet? Ja, maar dan van jou neus, hè? Rooie, vandaag spook ek die ding uit. Maar wanneer slaan jy? Hoe moet ik dat trapje ook uit? Wacht, zo'n van de mannen helemaal strijkel. Ik heb je plat geslaan, uit trompie. Dis waar het is. Wat af, man. Wees voor die klip waar je gevallen hebt. Daar. Heb nog geen rooie? Nee, uit trompie, echt je oor. Yeah. Mooi, ik zie nou van jou. Sjoe, daarom een lelijk auto kom geet. Nee, Davy. Ja, kaptein. Je hebt ook daarom een lekker een op die kakebeen weg, hè? Ja, was niet een slecht, ouwe. Hou Charlie weer zo aan zijn spoor in de trap. Vat zo, rooie. Vat zo, kaptein. As jy manne, as jy ouders by school wil weet waar kom Rooie se blouse vandaan, want sy is maar net uitgeval. Dis reg, niemand hoef die waarheid te weet. Dan is daar 'n ander ding. Ons staan er 5 klas voor die simpel Engelse storie die prins en die tier op. Hoe weet jy? Nou Luk en nou Smit het daar gepraat. Hing, dit sal daarom lekker wees om met prins se knegt te speel. Ag nee, wat hy Davie man, jy weet nie met meisietjies gaan staan daar rond ons nie. Dis presies hoe ek oor die saak voel. Hulle het van die boks en bende hom nie met sulke nonsens op nie. Kom ouens. Stilte. Almal van julle ken die stuk wat ons gaan opvoer, né? Nou vir die hoofrolle het ek natuurlik die kinders gekies wat die beste Engels kan praat. Soos ek die name van die hoofspelers noem, kom staan hulle hier voor in die klas. Die prins van Thebe, omdat hy die beste Engels kan praat, gee ek vir Arnold. Dit is so van boei van die prins af. Hy is net wind. Want hy kan ons dan goed Engels kan praat. Die tweede rol, wat ook 'n belangrike een is, is die van Thespis, die prins se hoofdienaar. En die seun wat die rol goed sal speel is, Davy Tromp. Sien. Ek sal nie aan die konsert kan deelneem nie. Hoekom nie? Wel, my ma sê is siek en ek moet elke dag by die huis help. Ek sal nie kan oefen nie. Dit spyt my om dit te hoor, Davy. Ek sal maar die rol vir een van die standaardries gee. En die rol van die 10 gee ons vir Gerrit Moorde. Sit maar daar. Kom ons probeer dit nog 'n keer. The flowers and the birds, the birds. Wat mag ek? Is julle is mos blommetjies en voeltjies, nie olifante nie. Ons gaan dit nou weer 'n keer neem en dan sing julle dit baie liggies. The flowers and the birds, dan sagte the birds. Nee, goed. 1, 2, 3. The flowers and the birds. Wil jy gee my die blou aan? Vraag vir Pieter om nommer 7 aan te skakel. Pieter, skakel nommer 7 aan. OK. Hy's aan. Wag net 'n pakkie voor dat ek kan fokus. Daar. Almal wag na nie. Ons begin weer. 3. Kom Karels, vat die mat en laai hom op die bakkie. Zo'n spul wil ik toch niks te doen. Ik ook niet. Wat is het met jou? Is je ook niet blij dat je die ding uit is? Jullie kan niet aan die concert deelnemen, want jullie is niet gevraagd. Jullie kan niet zo goed Engels praten, maar wat is het met jou? Ik kon deelgenomen, maar jullie hebben mij moest afgeraakt. Is je spijt? Ja, nogal. Ach, kom maar. Wie ook kon je deelnemen, hè? Ons kon het niet bouwen. Kom met je. Rooie, krijg je stok. Wat fout met jou, Davy, man? Zolang je maar weet, ik is de enigste die iets opgeofferd.
Ek kan enige tyd die konsert deelneem as ek nie wil. Jy kan, hè? Ja, kan. Stoot maar, Roya. Hy wacht nie as die anker klik. Stoot maar, Roya. Lekker visvang. Davie, geef ik die pap voor mij alsjeblieft. Blij groot gele van wat laatst mijn lijn gebreek het. Niet zo groot stuk aan zit niet, blikkies. Ik maak weer een hoek toe, man. Nee, jij wil al die zeekoeien vangen, jong. Nee, geef je blij kan snaaks wees. Hier gaan mijne. Kan je niet kijken van je trap, nie? Ach, hoe moest ik weten dat je lijn onder mijn voeten kom hier zit, hè? Ik krijg niet tijd voor jou, Davie. Hé, hey, dan moet ik hier stil bij jullie. Ja, ga die vissen weg, man. Jy sê jy kan, Trompie. Kan wat? Aan die schoolconcert deelneem. Natuurlijk kan ek, met wil. En wil jy? Nee, ek wil nie. Dis net wat ek gesê het. Wat bedoel jy? Jy weet jy kan nie deelneem nie, want jy is nie gevra nie. Dik jou wijze. Sê jy daar aan tot jy verhoog speel? Ja! Sal jy daar aan tot jy verhoog sien? Natuurlijk, jy is mos nie blind, man. En hoe ga jy dit recht kry? Ek het een byt! Hoe voel ek, is dit een grote? Ja, dit lyk my, dit is toch nie seer goed. Hey, ook ek, jy sê jy terugvallig uitrek, dit lyk my, dit gaan reen. Ik ga gaan brengen, daarom heb ik los. Nee, toe maar verdacht, kom maar niet weg. Zie je, ik zie je help. Nee, los, nee, 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 nee. Dankie, Trompie. Wat soek jy hier rond? Ach, jy vroeg my, kom kyk, hoe gaan het hier so? Hoor. Vroeg weer as kinders wat nie aan die concert deelneem nie. Wat baie graag wil deelneem. Nogal goed is jy vroeg. So, Trompie? Ja, vroeg. Soos wie? Wel, jy vroeg. Ek is ook eindelijk een. Vroeg weet, jy vroeg om ietsje op die verhoog, so ietsje kleins. Vir die ondervinding daarvan. Het is baie lief van jou om aan te bied, Trompie, maar daar is net nie meer rolle oor nie. Jy weet, daar is nog net 3 dae oor voordat die concert begin. Ach, kijk, vir slechts is een danser. Ek kan baie goed dans. Nie, eers is een danser nie, Trompie. Dit kan net nie. Wacht toe, juffrou. Ou, nikke. Wacht jy vir die man, Trompie? Nee, vir wie sal ek nou wacht? Lijk maar net zo, gaan jy ook in die schoolconcert kom kyk? Ach, is sommer simpel, man. Jy is net jaloers. Waar oor? Oor jy nie ook kan saamspeel. Lijk ek vroes as iemand wat op verhoog kan staan en ronddans. Maar wat van die prins en die dier? Ek kon die prins en die dier gewees het as ek maar net wou. Sien jou, Katrien? Ai, die man, starm. Jy weet, Gerrit, jy speel die beste in die hele toneelstuk. Man, jy speel die rol van dier arm goed, hoor. Denk jy recht of so, Trompie? Ja, ek kom oor nie van jou af hou nie. Tierkostiem, vaar die koek. Dit is oor, nie laat ek het nou eindelijk self wil sê nie, maar ek reken oor ek speel die beste van die koek. Maar natuurlijk, dis nou sonder twijfel. Hé, Trompie, kijk jy, jy kan jou vir my lekkers kry. Dankie, Gerkie, jy is een bakgat oud. Ek ruis om my rie op. Sien jy, Trompie? Gaan jou goed, Gerrit? Gerrit, ek kom om 5 uur se kant vir jou keier. En gesels ons 'n bietjie oor die concert. Dit wil gaan wees. Sien jou, Gerrit?
weer die kogel nou. Trompie! Ja? Wat maak je? Maak je toch niet je kamer aan die kant, nie? Nee, daar weer krijg my plannen achter mekaar. Wat zijn plannen? Jij zal zien. Waar was je toe vanmiddag? Bij die schoolzaal natuurlijk. Het is Smitty jou toe een rol gegeven. Nee, sy wil nie. Maar daar is een andere manier om verhoog te komen. Ik zal me niet erg zien, maar ik zal wel aan wie is. Hoe sal ons weer dat jij is? Jy sal weer dat ek is, want ek sien jy in een sein gee. Dit wil ek nog hier sien. Jy sal sien, ou Bobby. Jy sal sien. Maar skort nou, ek het groot en ernstige dinge om te doen. Hoe laat is het? Amper 5:00. Sien jy, Bobby? Ek sal haastig. Wie sê? Heng, is daar mooi. Ek lyk goed aan, nee. Jou Gerrit is jy in die concert geweest en so het helemaal een flop geweest, man. Denk jy so, Trompie? Definitief een maat, maar ek weet niet hoe verskyn die vry eers een kort rukkie verhoog nie. Spring so paar hier op en af, weg is jy weer. Iemand moet dit toch doen? Ja, ek weet, maar die groot dinge gebeur is wanneer jy die tweede keer op die verhoog verskyn. Dan praat jy en stoei met die prins, ne? Dis reg. Nee, Gerrit, jy moet jou liever se spaar vir die praat en stoei rui. Ja, maar... Wie gaat die eerste keer opdraaf en klomp skrik maak? Kry iemand om het vir jou te doen. Soos wie? Wel, ek sien nie eindelijk om my vriend te help nie. Jy kan eens een hekdrap op. Niemand sal het eens weet nie. As ek klaar sal gelijk naar die kamerkie achter die vloog, dan trek jy die kostuum aan. Niemand sal het weet nie. Dan is jy recht vir die groe dinge, ne? Dank je, Trompie. Ek sal het maar liever zelf doen. Dis een fout, Gerrit, ou maat. Dis een fout. Jy moet liever res, ou maat. Laat ek sien. Zeker. Jy zou my nie glo nie. Jy maat my geld gegee om so in te koop. Maar daar is die een onkel op die dorp wat van die goed het nie. Jy moet verkoop nie. My pa van Johannesburg af saamgebring. Ek zou my ook koop. Ek sê wat, jy kan hom kry as... As jy my saterig aan met die dierkostuum, vry kort toen jy ook jy voog laat verskyn. As ek afkom, trek jy weer die kostuum aan. Daar is ons baie tyd voordat jy weer moet opgaan. Niemand sal eers weet nie, Gerrit. Top. Top. Die grijse reks met haar besemstok, haar zwart manel en haar bloedrooi rok, haar kromtoon voet en haar eenslagtand, is die gruwelijkste siel in Veeland. Wie raas so hard hier laat in die nacht? Die grijse reks met haar schaterlag, het is hi hi ho en ha ha ha. Met haar hanige kraai maak sy ook in Veeland die grootste lawaai. En nou, dames en heren en ouders, gaan die standaard 5 klas voor onze toneelstukje aanbied. The Prince and the Tiger. The flowers and the birds, the birds. Je weet wat je moet doen, Trompie. Als we zijn gestapt en gesloten, dan kom je op. Ik is weer draai op die verhoog. Hy kom daar weer terug, hoor. Ek verstaan my, Gerrit. Alles sal recht kom. Maak het goed vast, hierso. Is vast. Moet nie draai nie, hoor. Ek is nou terug. Hier kom dan op. Ja, het moet zijn, is een feit. Ja, dan zal het daar niet meer. Ik ga niet op je vloer gaan, wat bekeer ik toch?
arm. Wilt thou leave your fair maiden? All right, I leave her. Waar is hij nou? Gerrit, jij moet zeggen I now report for new pastures, but I'll be back again. I'll now report. Maar boer, ik kom terug, hoor. Oh no, thy fiery tiger, I will grapple with you. You just touch me and I slap you flat there. En rooie wil sy groot toon roer, maar sy ander toon roer op. Robbie, wat het ek nou net gesê, Trompie? Toe, Trompie, ek wag. Ja, meneer, was het nie? Was nie Rian van die week gewees nie? Natuurlijk was dit. Maar wat het ek van hom gesê? Wat was my laaste sin? Meneer, sy laaste sin? Ja, Trompie. Ja, meneer. Dit is op my tong, meneer. Nou, ander daar af. Kom hier, Samarie. Wat weet jy van die les af? Ek, nie veel nie, meneer. Jan van Riebeeck was die eerste gouverneur van die eerste volksplanting aan die Kaap. Ek wil jou nie die eerste dag al pak geen die troppie. Nee, meneer. Dankie, meneer. Jy skryf hierdie sin vir my uit vir môre. Reg, meneer. 200 keer. Sjoe. Wat? 200 keer, meneer. Ja, dis wat ek gesê. Ja, meneer, ek het gedoog meer of keer hoor of soeits. Nou ja, waar was ons? Die heren 17. Trompie, sal tor uitvind iemand het jou gehelp. Ek weet niks af vanaf nie meer. Moenie bekommerd wees nie op blikkies. Hy sal nie uitvind nie. As hom moet wegval, gauw ons begin, gauw kan ons klaar. Wag, wag. Trompie in die boks om binde, dis blikkies daar wie roeie en Guzman die brak. Trompie in die boks om binde, met een geduikte skoene. Dis nou vir jou vervelige bezigheid hierdie. Kom ons jou gereesies. Top. Top. Ek sê julle wys wat vinnig skryf is. Ek gee nie om, maar dit gaan eers gekrap af. Dis die minste. Onthou net, elkeen skryf hy sy 50 keer uit hoor. Is julle reg? Val weg. Maar sy ander toon roer op. Trompie in die boks ombende. Dis blikkies daar wie roeie en Boesman die brak. Trompie som bende met een geduikte skoene en een kitty in die sak. Klaar, ek het gewen. Het jy die sin 50 keer uitgeskryf? Natuurlijk, wil jy tel het. Klaar. Ek ook. Ek is ook klaar. Ek daarom mooier geskryf as jylle. Dank jy ons, ek het geweet ek kan op jylle staat maak. Kom ons gaan buiten toe, dan soek ons een bykie vast lig. En die kamer is daarin baie bedompig. Ja, nee. Sit maar. Robbie, waar is jou strafwerk? Hier is het weer. Jou lak geneem. Ja, nog een. Dankie. Nou, vandag gaan ons verder aan met ons les oor Jan van Riebeeck wat sy verversingspost in die kaart stel. Maak julle boek oop op bladsy 14. Hy het niks agtergekom nie.
verskoon my mevrou, maar kan ek vir een van die leerlinge net iets sê? Seker meneer Erasmus. Droppie. Ja meneer. Bly bietjie agter as jy klop en ek wil jou graag spreek. Ja meneer. Dankie. Ik verwacht dat je me eerlijk zult antwoorden. Dom. Jullie vel heb je geschreven, hè? Dom. En op jullie vel is daar net 42 zinnen. Dus recht me. En jullie vel heb je niet geschreven, Trompie? Nee, me. En op jullie vel is daar net 44 zinnen. Dat kan niet wees niet meer. Dat moet 50 zinnen wees. Net 44 heb ik het geteld. Ja, meneer. Jullie twee vel heb je ook niet geschreven, meneer Trompie? Nee, meneer. Jy het dus die sin net 42 keer geskryf in plaas van 200 keer. Jong. Net een van jou helpers het die sin 50 keer geskryf. Wat er een? Op hierdie vel is daar net 40 sin. Kyk na my, Trompie. Dis vier verskillende mense se werk hier. Wie is die ander drie? Meneer is meneer nie omgee nie. Sal ek liever nie wil sien nie. Nou maar goed, Trompie. Maar dis nie vir my moeilik om te raai wie hulle is. Hoekom doen jy soos van? Meneer. Hoekom handig nie werk en is jy eie wat nie jou eie is? Ek weet nie, meneer. Dis mos oneerlik, ek ken jy nie so. Jammer dat ek het aan doen nie, meneer. Weet jy self? Ek denk nie jy besef hoe lelik is ek nie. Sal ons maar die hele ongelukkige affaire vergeet. Asseblief, meneer. Maar goed, ons praat nie meer daaroor. Ek gaan jou ook nie straf betaal. Meneer. Maar jy moet my beloof dat jy hierdie soort ding sal los. Ja. Jy moet altyd onthou, Trompie, dat jy die leier onder jou maats is. En dat jy van 'n voorbeeld moet wees. Ek dink veral aan klein David Tromp. Die ookie dink die wêreld van my. Hy was natuurlik ook een van die helpers. Maar hy is jonger as julle en hy kan maklik beïnvloed word deur verkeerde maats. Ek wil hê jy moet sorg dat dit nooit gebeur. Dit sal nooit weer gebeur nie meer. Nou maar goed. Solank jy net besef dat 'n mens altyd 'n verantwoordelikheid teenoor ander mense het. Wees altyd vriendelik en behulpsaam. Doen goeie dade. Meneer? Ja, dis reg, meneer. Goed, meneer. Maar nou, Trompie. Dag, meneer. Hoe sê jy? Hoe kan ek Tannie afdra? Praat Tannie so goed. Is jy ernstig? Ja, Tannie. Kan ek maar. Ja, maar baie dankie. Ek is gewonder of ek oor die huis gaan haal met die pak goed. Baie dankie, Trompie. Maar, sien toch nie my ma gehelp met die pakkies nie? Ja, Trompie het my gehelp. Die pak is ook so swaar. En wat is jou naam, Tannie? Tot ziens, Tannie. Tot ziens, Trompie. Dankie, hoor. Maar Trompie, het jy my ma som met jou eie gehelp? Ja, wat van? Niks nie. Wat my keer, voel jy siek? Ag, los my uit, man. Hallo Trompie. Hi. Het jy tortie gemaak? Wag toe die ander kom. Leef jy daarom nog? Wat maak keer, Trompie? Ek dink dan. Waaroor?
groot goeders. En dat is niet trompie nie, dat is een ambtelijke vergadering hierdie. Nou goed dan, kaptein. Maar moet ons hele middag sit en kyk hoe jy dink. Dat is allemaal hier. Jy kan ons sien. Luister manne, kantoor het vanmiddag mooi met my gepraat. Seker oor jou handskrif. Het jy nie geslaan nie? Nee, hoekom sal hy? Ek en kantoor verstaan mekaar. Dit laat my iets anders dink. Hoekom het jy rooie en jy Davie, die sin nie 1 keer 50 keer uitgeskryf nie? Het jy dit dan so waar getel? Ja, jy die sin nie 44 keer uitgeskryf en jy rooie die sin nie 40 keer. Ach, ek het net 'n bietjie verkeerd getel man. Ek ook. Dis nou verby, ek hou dit nie teen julle nie. Ek sê julle vergewe. Jy wat? Ek sê julle vergewe. Mens moet in vrede saamleef en nie vir mekaar kwaad wees nie. Hoe? Laat my keer jou, voel jy siek? Laat net een weer vir my die vraag vra. Dan sê julle ding sien. Dan kom ons moet in vrede lewe. Ek is nie siek nie. Ek is perfus. Ek wil net hê dat die lede van die boksingbende van nou af 'n nuwe blaadjie moet omslaan. Wat presies bedoel jy? Ek bedoel van nou af moet ons meer goed doen. Meer Erasmus sê, doen goeie dade. Hy sê ons vier kan 'n goeie invloed uitoefen. Klink vir my na 'n paprook besigheid. Ons gaan van nou af net vriendelik en behulpsaam wees. Met wat gaan ons hulle help? Met werk en sulke dinge. Werk? Kyk manne, as jy mense ons sien dan sê hulle, daar gaan Trompie en sy maats. Wat 'n kattekwaad gaan nou weer aanvang. Dis mos nie reg nie. Hulle moet sê, daar gaan Trompie en sy manne. Wat 'n goeie dade gaan nou weer doen. Wat bekeer jou rooie? Ek het 'n pyn op my maag. Is dit dalk oor die goed wat ek nou net gesê het? Ja, die dinge wat jy sê gee my krampe op my maag. Luister manne. Van nou af gaan ons net mense help wat hulp nodig het. Dis mos maar al. Of hoe sê ek daar? Ja, kaptein, maar waar gaan die mense kry om te help? Dis mos môre Saterdag. Ons gaan na daar toe en soek die mense wat hulp nodig het. En ja, daar kan ons bietjie pret hê. Kyk daar, die wiel is pap. Ons kan sien hoe slim en wat daarvan. Ons gaan die oom help, dis wat. Maar ek weet dan niks van pap wiele af. Maak nie saak nie, kom. Welkom. Ja, dankie kerel. Toe Rooi, jy is maar sterk. So. Kom hier, is nou goed? Ja, oom. Hy is hieronder. Dis hoog genoeg, Roos, wil nie ek trekkerwiele sit nie. Sit hier weer terug. Dankie, maat, ek sal hom verder vastdraai. Herre julle, so lang jy goed voel. Goed, draag goed. Hier dan, Bobby. Ons is klaar. Baie dankie, kerels. Jy ons het in 'n rekordtyd dit gedoen. 3 minute. Ah! My motorsleutels is in die bak. Wat maak ek nou? Ekskuus oom. Ag, as ek dit maar liewer self gedoen het. Toe, loop. Dit is net 'n ongeluk. Ja, toe loop, loop, loop weg as jy die hele tyd vir my kom moeilikheid maak. Maar nie waar kom jy maar doen. So my onderheid die dorp uit. Moet jy al bly so my nou jy self het loop jy so in die straat rond en kwaad doen hè? Nee, oom. Ag ja, man, jy het net twee nog hè? Nee, maak het blij met jullie mee, hè? Dus ik word niet gewoon moeg, jong. Waar is het, hè? Ik ben moeg, moeg, jong. Moeg? Kerel, ik denk dat we met jullie oor gaan. Ik blij aan de andere kant van die straat, hoor. Wow! Hey, 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 jullie, het loopt zo goed. Ja, met de lobby zijn jullie net mee goed dicht van thuis. Wat zijn die... Wat zijn die vrouwen nou zeggen bij de huisjeszaak aan, kom? Loop, loop, waar ik jullie zeg, maar loop, loop! Ek stel voor ons los hierdie dinge en ons verdamp kloof toe. Ja, ek stem saam. Wat sê jy, Trompie, sal ons kloof toe gaan? Nee, ons moet weer 'n slag probeer. Ons moet nie so gou tou opgooi nie. Kyk daar, daar is 'n goeie kans. Ag, jy kan dra, ons gaan jou nie help nie. Rokkie, kan ek die tas betaal nie, bro? Kom, dit sal dierbaar wees. Ek het eers begin wonder of ek ooit die Lucy's huis gaan haal. Ek kan nie baie ver nie. Net hier om nie. Daar is dit. Thank you.
Pas alsjeblieft. Goed, Susan, ik wil ook kijken. Mevrouw van der Wart. Ik kijk, mevrouw van der Wart. Beste, Radi. Ja, Meijberg, de Veer. Steinberg. Ja, Steinberg. Parijs, wat wil je doen? Ik is jammer als niks. Dat is onmogelijk. Dan moet de brief zijn. Ik wacht al 3 jaar voor de brief aan mijn zin. Maar ik heb gezegd, als niks niet. Ik ben niet groen, ik kijk zelf. Ja, maar je had vanmiddag zijn post uitgehaald. Ik zal gaan kijken. Zo, tijd. Oh, eindelijk kan jij niet kijken wat ik doe niet. Ik heb het in de spurs gedoen. Vandaag ze kunnen ze misschien respect voor oude mensen niet. Jammer dan niet, maar er was net een ongelukje geweest. Het kan me hier niet voor jou niet, Susan. Die kan dit meisje mooi helpen. Kom, Woody, waar is jouw maat? Daar buiten dan. Nou. Kom hier, Swens. Het is voor jullie elk een 10 cent, omdat jij zo vriendelijk was. Waar dan die tannie, maar ze liever zijn in die geld nemen. Ze tannie geld wil ze goede daar doen en niet om ons betalen te leen. Maar kijk hoe mooi. Baie dankie. Kom, kun je een middag dat er ons lekker duwen. Tot ziens, en baie dankie. Tot ziens, tannie. Tot ziens. Tot ziens. Wat een keer, joh, hè. Om die geld namens ons te wijden. Ja, en is het echt ook wel weer. Echt ook. We weet misschien uit tas gedraaid. Dan heeft duidelijk gezegd, hier speel je elk 1 10 cent. Ja, dus is het precies gezegd. Precies. Nou ja, die geld is voor die tas draaien. En die een van jullie het geld om die tas te draaien. Dus was zijn geld mijn. Hoe het jou nog geweest is, als het dan niet gezegd, hier speel je elk 1. Kom eens zo. Zij wil kom eens. Ik ga verbaan. Nee, man. Wat gaan doen, vriend? Kom eens goed, Chevalier. Moet het niet? Morris eens, jullie komen alsjeblieft gestuur is. Zal jullie alsjeblieft mijn gunstie doen? Ons is nog niet hier en ik het niet een bediende niet. Mijn man werkt vandaag en ik moet gaan inkoopjes doen. Zal jullie alsjeblieft mijn baba zitten terwijl ik weg is niet? Natuurlijk, Tannie. Moet ons niet hier zitten? Ja. Klein Ferrie slaap. Hij zal niet wakker worden. Ik zal baie gauw maken. Ons. Dan kan maar gaan. Ons het buiten niet niks om te doen. Baie dankie, dit is vreselijk gaaf van julle. Wat het jy nou al weer aangevang, Tromp? Niks nie. Jy help met iemand wat hulp nodig het. Ek dog ons gaan in die kloof speel. En ons natuurlijk nie niks om te doen nie, man. Maar ons gaan ons. Die tannie het ons gesê, sy kom nou nou terug. Ek sal net 'n rukkie weg wees. Hier is die popsteen. Ek sal baie gauw maak. Ik wonder hoe lijkt die ou. Wat er ou? Die baba, man! Shh. Kom eens, loer. Of niet voorzichtig wees. Dit nu wordt hij wakker. Oh, maar lekker lelijk. Hoe oud is hij? Niet ons weet. Ons kind moest die baba's niet. Kom, ons gooi teken na daai ding. Ach nee, maar dan sal die baba wakker raas. Ach nee, man, blikkie. Nou het die baba wakker gekop. Hallo, wat is jou? Wat brok ons nou? Nou lig jou op en gee ons sy volgesteen. Jy het ons besluit ons moet goeie dade doen. Wat kan keer om ons dan sê? Hou ze mooi, blikkies. Die ding is daar. Druk het in. Ja, man, probeer weer. Ik ben niet oud van die ding. Kom, stel hem op. Hij houdt niet van ons bakjes in. Hou je hart te bekijken, zijn man en ik kom eens. Zing voor iets, man. Enig iets. Een wiegliekje. Dat is een goede plan. Ik ga zo lang in die ijskijk fiets.
Jammer, ouwens. Ek weet self nie. Ek sien so rukkie daar moet gaan dink. Solank jy net nie aan nog goeie dade gaan dink vir ons om te doen. Ek laat my nie weer vang. Of slaat nie. Rompie, jy kan die bos nog so eenmaal omdraai, hoor. Ja, pa. Ek het vanmiddag die mense ontmoet wat in die Delangers huis aangetrek het. Die Jansons. O ja, die man was vandag in die bank, lyk my aangename mense. Sy het geloof vanmorgen so'n nare ondervinding met 'n paar van die dorpseuns gehad. Die dorpseuns? Wat het hulle gedoen? Sy het blykbaar gevra om rukkie lank haar baba seentjie te kyk en toe het hulle allerhande dinge aangevang. Soos wat, ma? Trompie, pas op die vleis. Skus, pa. Skink liever vir ons 'n bietjie wyn nou sien. Ja, pa. Nou, wat het die seuns gedoen, ma? Hulle het vir die baba se gesig swart gesmeer met skoenpolle toe. Kan jy jou nou so iets voorstel? Wat doen jy, man? Excuse, Sissie. Jy het dit nou weer as prus gedoen. Is nie, man? Doe nou julle twee. Dan kry daar 'n laktrompie dat ons die kan opvee. Ja, ma. Wat het jy gesê? Hoeveel seuns was daar? Soos ek verstaan, was daar vier. Vier. Vyf. Ah, dit kan ons geweet het. Wat het julle vandag gedoen, Trompie? Ons, pa. Ja, julle. Nee, pa. Soms een bietjie in die dorp rondgeloop en goeie dade gedoen, pa. Wat? Sommige geloof en mense geld waar ons kon. En wat het julle daarmee reg gekry, Trompie? Ons het oom met sy pap wiel gehelp. En 'n tannie se tas gedra en 'n vrou se baba opgepas en sy gesig swart gesmeer. Anna. Maar dit is nie soos julle dink nie. Ons moet maar net help. Maar weet, ons weet nie baie van babas of sulke goed nie. Jou kiet so onhoudend gehuil. Sy maat ook so lang gedraai. Ek wil oontjie. En te smeer hulle maar sy gesig swart om hom stil te kry. Is nie. O David sy eie gesig swart gesmeer om jou kiet te vermaak. Toe vat hy ook jou David sy gesig en weer sy eie gesig. Dis regtig wat gebeur het, pa. Ek glo jou, Trompie. Ek sal maar liever probeer om nie weer goeie dade te doen. Nee, ek dink jy moet na mevrou Jansen toe gaan en haar verduidelik wat gebeur het en sommer om verskoning vra. Sy was baie omgekrap daar. Maar ma! Kan nie kwaad doen nie, Trompie. En miskien is dit 'n goeie manier om 'n dag van weldade af te sluit. Smeer jou gesig swart en gaan klop jy aan hulle deur. Jesus, simpel meisiekind. Doe nou maar, my seun. Gaan kam nou jou hare en hartlik jy gegesond toe ons wag vir jou. Ja. Lyk my goeie dade weeg swaar. Trompie, kom binne. Nee, tannie, ek moet net kom verskoning vra vanmôre. Ek's regtig baie jammer, tannie. Dis alles 'n misverstand. Jy maat nou net gebel. Kom gerus binne.
Johnny. Dit is Trompie. Trompie in die bok som binde. Dis blikkie stabi roeie en Guzman die brak. Trompie in die bok som binde. Met een geduikte skoene en een kittie in die sak. Kwacha Bertse hoofdstraat, ken die boks om binde, vir allerhande katte kwaad. Sul al die legende, blikkies kou sy grasie, klein Davie is die slimkop, en rooie wil sy groot toon roer, maar sy ander toon roer op. Trompie in die boks om binde, dis blikkies Davie rooie, en Boesman die brak. Trompie som bende met een geduikte skoene en een kitty in die sak.